Hi, ik ben Stijn van Bax Music. En vandaag ga ik iets vertellen over de American Audio dB Display MK2. Nou, wat is dit? Nou, dit is een, uh, ja, precies zoals gezegd, een dB display. Maar pas op, want dit wordt nog wel eens ook wel eens verwacht met een dB meter, en dat is het zeker niet. Uh, het verschil tussen een dB display en een dB meter is namelijk een dB, uh, een decibel meter, die meet echt buiten uh, je apparatuur. Uh, die zet je meestal ook voor de speakers. Uh, wat de druk is die uiteindelijk vanaf je speaker komt. Dat doet dit dus niet. Dit is echt een typisch apparaat. Het is eigenlijk een verlengstuk van jouw mixer. Uh, om uh, eigenlijk te kijken dat je het signaal wat je uitstuurt niet vervormt. Dat hij dus uh, buiten het rood blijft, laat ik het zo zeggen. Nog een beetje in het oranje, dat is prima. Uh, dus het is eigenlijk een verlengstuk van je display of van je LED-indicatie van jouw mixer. Je zet hem ook heel typisch eigenlijk tussen jouw uh, mixer en je versterker in. Dus, dus de master-output van je mixer. Die gaat in dit apparaat. En de output, output van dit apparaat die gaat dus na, uiteindelijk dus naar jouw versterker. Dus je hebt uh, twee uh, aansluitingen. Je hebt XLR, dus gebalanceerd. Als wel ongebalanceerd, uh, je hebt een tulp aansluiting. Dus je hebt een tulp in en een tulp uit of XLR in en XLR uit in uh, beide in stereo configuratie. Je kunt hem ook uh, uh, voor een instrument gebruiken. Stel dat je gitaar speelt uh, en, en dan kun je uiteraard ook een signaal in doen. Moet je wel zogenaamd een uh, diaantje tussen zetten, want hij accepteert geen jack ingangen. Uh, uh, dan kun je die ook op een versterker en dan heb je een hele fancy manier om je... Ja, je game positie te zien in uitgedrukt in DB. Uh, dus op die manier is dat natuurlijk ook heel erg leuk. Uh, dus nogmaals, hou rekening mee. Dit is echt een soort van uh, uh, manier om te zien. Hoe hard jouw level is. Je zou het eigenlijk zeggen een level indicator. Uh, maar zeker geen decibelmeter. Hij gaat jou niet aangeven hoeveel decibels je werkelijk draait uh, voor jouw pie. Want dat kun je niet zien op basis van deze meter. Uh, dan moet je eigenlijk een, uh, een microfoon plaatsen met een speciale decibelmeter. Of een decibelmeter met een ingebouwde microfoon. Uh, die zijn natuurlijk ook los in de handel. Uh, en daar kun je echt de geluidsdruk meten. Maar dat doet dit dus niet. Uh, dus is even voor de duidelijkheid. Wil je meer informatie met betrekking tot deze American Audio DB Display MK2? Klik dan op de link hieronder en je wordt doorverwezen aan onze productpagina. Vind je dit een leuke review? Like hem, deel hem en word vooral lid van ons YouTube kanaal.